Kijk, hij zit namelijk hier, Sander, ja. Zie. Ja, hallo kijkers van Team Plagiaat en welkom bij een nieuwe video. Ja, net zoals vorige week blijven we nog steeds lekker in die sneeuwsfeer. Deze week gaan Sanne en ik Jacqueline de Queen een sneeuwpop maken. Superleuk, heeft heel veel werk ingezeten, dus ik ga hier door de hand van een beetje een timelapse een beetje doorheen begeleiden hoe en wat. Nou, in eerste instantie wilden we eigenlijk sneeuwballen gaan rollen, maar dit ging echt vet moeilijk, want ja, die sneeuw die rolde van geen kanten. We liepen maar te klooien en het kwam helemaal niet door de, ja, van de grond eigenlijk. Gelukkig had Sanne een handig ideetje. Sanne besloot om een grote hoop te gaan bouwen en op basis, ja, steeds een soort steeds grotere hoop te bouwen. En dit eigenlijk een soort van een beetje te sculpten aan de zijkant om een soort mensenlichaamvorm te gaan creëren. Nu de eerste basishoop eigenlijk gelegd was, had Sanne het slimme idee om een emmer te vullen en dit eigenlijk van op de hoop te leggen om zo steeds een smallere hoop naar boven te creëren, want het moest natuurlijk wel een sneeuwpop worden en geen grote hoop. Dus de basis van Jacqueline de Queen werd hier zeker goed gelegd. Nu was het tijd voor de tweede emmer. We hadden de eerste emmer geplaatst. Hierna hebben we hem eigenlijk een soort sneeuw er voorzichtig tegen aangedrukt. Om zo natuurlijk een beetje een mooie vorm te creëren. De tweede emmer ging er eigenlijk best wel goed op. En Jacqueline begon nu ook daadwerkelijk echt vorm te krijgen. Nou, zoals jullie zien schiet de bouw van Jacqueline echt heel goed op. Maar ja, nu kwam het lastige gedeelte, de derde emmer. Het was een beetje een vrij wankel bouwwerkje geworden, maar de derde emmer moest er daadwerkelijk op, zodat we ook iets hadden om het hoofd van Jacqueline op te zetten. Al met al ging het gelukkig goed, maar ja, het aandrukken van die emmer en het nog echt wat breder maken ging wat lastig. Maar straks met het hoofd wordt het echt heel sick. Sanne had ondertussen hulp van haar goede maat Sander ingeroepen. Sander die kwam ons even helpen. Het was echt super handig, want we hadden ook nog wel wat decoratiedingetjes nodig voor Jacqueline de Queen. Ze moest natuurlijk mooie lange haren hebben, ogen, een mond, etc. Dus daar schoot hij ons even goed bij te hulp. Kijk, hij zit namelijk hier, Sander, zie. Nadat de GoPro op de grond was gedonderd, was het tijd voor die laatste stap. Ja, het hoofd van Jacqueline op de romp zetten. Dit was echt een heel wankel gedoe met gestuntel. Maar aan het eind staat hij en was het ook tijd voor de decoratie. En jongens, hierna komt het sikke eindresultaat van Jacqueline, de sneeuw-opera queen.
worden. We hebben eigenlijk emancipatie en al die shit gedaan, feminism. We zijn een sneeuwvrouw geworden, ook meer omdat we er geen bal van konden rollen. Dus het is nu gewoon een opera-zangeres. Like, subscribe, tik op het belletje en dan checken we jullie later. Hoi hoi!